Nou, ik heb nu 5 stappen gelopen. Maar als je de Vierdaagse van Nijmegen loopt, loop je dus minimaal 200.000 stappen. Nou, Hester en Erik hebben dat gedaan. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Jullie hebben de Vierdaagse gelopen. Ik wil er alles van weten. Vertel, hoe was het? Leuk, lang, ver, maar geweldig. Maar echt super. Dankjewel voor het interview. En hoe vond jij het? Nou, heel veel indruk opgedaan. Je ziet, je loopt met wildvreemde mensen. En eigenlijk kun je met iedereen een praatje maken. 5 minuten, 10 minuten. En dan loop je weer gewoon verder. En dan praat je weer met iemand anders. Maar hoe kom je erbij om de Vierdaagse te gaan lopen? 10 jaar geleden, toen de kinderen de Vierdaagse liepen hier in Bokstel. Toen liepen wij samen met de kinderen de 10 kilometer. En hebben wij gezegd, eigenlijk zouden we gewoon echt eens de Vierdaagse moeten lopen. En dan ga je nadenken. En dan denk je, ja, dat is toch wel ver. En dan duurt het nog wel langer. En dan wordt het concreet. En dan blijkt dat ik 50 kilometer moet lopen als man zijnde en Hester 40. Maar begrijp ik het goed dat jullie er 10 jaar over hebben gedaan om hem te lopen nu? Aha! Juist, ja. Hebben we 10 jaar mee gewacht. Aha! Dus dat... Maar dan ga je trainen en in januari zeg je? Ja, in januari zijn we begonnen met stukjes van 15 kilometer. En daar bouw je eigenlijk elke 2 weken, elke 3 weken bouw je daar gewoon op. En dan ga je 20 lopen en dan ga je eens een tocht lopen. We hebben de vesting lopen in het bos gedaan. Dat is 25 kilometer. Andere tochten die je samen gaat lopen tot 36 kilometer. En dan probeer je eigenlijk maar gewoon, ja, wat voel ik? Hè? Voel ik iets aan mijn schoenen? Moet ik iets anders doen met andere schoenen? Moet ik andere sokken aan? En voelde je iets aan je schoenen? Moest je andere sokken aan? Ik voelde een drukpunt, ja. Dus ik ben 2 keer naar de schoenmaker geweest om mijn schoenen te laten oprekken. Maar met sokken, dat ging allemaal goed. We hebben geen blaren gelopen tijdens het trainen. En dan? Nou, dan begin je eigenlijk met het ophalen van je startbewijs. Hè, dat hebben we op zondag gedaan, want er speelde Ducktown Band, dus dat was ook wel gezellig. Dan heb je Boksels volk, zeg maar. En dan blijkt eigenlijk pas hoe groot het evenement is. Hè, dan mochten 47.000 mensen inschrijven. Ja, en dat is wel een beetje overweldigend. Wij zaten allebei in wandelschoen. Dus van de 40 waren er 2 startgroepen. Wandelschoenen en gladiolen. En... dan heb je een schema. Wij liepen 2 dagen een late start en 2 dagen een vroege start. En je krijgt een stempelkaart. En die stempelkaart, zeg maar, is die heb je nodig onderweg voor de controles. Hoe gaat dat in zijn werk? Controles die staan ergens op de route. 2. Je hebt geen idee waar. Het kan in het begin zijn, in het midden. Ze kunnen heel snel achter elkaar zijn. Er kan heel veel ruimte tussen zitten. En dan zie je in de verte de controlevlag en dan hoor je iedereen al roepen controle, controle, controle. Dus dan komen die controlekaarten uit de tassen. En dan lopen daar controleurs rond met kniptangetjes. En bij een bepaald cijfer wordt dan een knipje gezet. En dat is 2 keer. En aan het einde, als je af moet melden, als je dus binnen bent, dan moet je die knipkaart laten zien. En dan gaan ze controleren of dat je de juiste knipjes hebt. Je wordt wel gecontroleerd dus? Ja, je wordt heel goed gecontroleerd. Ja, en dat is wel prima. Dus je kunt wel zwart meelopen. Maar ja, daar krijg je dus geen beloning voor. Nee, maar worden al die mensen, 47.000 zeg je, worden die allemaal gecontroleerd? Ja, ja, op alle 3 de afstanden zijn controles. Zoals wij het gezien hebben, op 1 afstand was, of elke keer is 1 controle waar iedereen komt. En je hebt controles waar bepaalde groepen komen. Dus of de 30, of de 50, of de 40. Maar jullie hebben meer gedaan dan alleen gelopen, als ik het goed heb. Nou, meer gedaan. Wij hebben voor een doel gelopen. Dus wij hebben gezegd van, we gaan dit doen. En we willen daar lopen voor onszelf. Maar waarom zouden we daar niet een goed doel aan verbinden? Omdat je ook de sponsorloop hebt van de Nijmeegse Vierdaagse. En welk doel is het geworden? Dat is de stichting All for the Future uit Bokstel geworden van Marion de Koning. En wat doen die? Dat is, Marion heeft een stichting voor kinderen in Tanzania. Om daar het onderwijs, althans de kinderen, een kans te bieden onderwijs te volgen. En zo een betere toekomst tegemoet te gaan. En zij faciliteert daar lunches. Zij faciliteert daar kinderen die middelbaar onderwijs volgen. Om die geld te geven, zodat ze kunnen studeren. Maar ook het opknappen van scholen. En het bouwen van computerlokalen. En dan kom je uiteindelijk tevoorschijn en met een kaartje. Er staat een bedrag op van? €1300. Dat is wel heel veel. Ja, dat was de stand per donderdagmiddag. Toen hebben we de check moeten maken. En vrijdag bleek de stand alweer hoger te zijn. Want?
er waren nog meer donaties gekomen. Ja, snap ik maar. Ik bedoel eigenlijk, wat is het bedrag? Trommel geroffeld. Nee, op dit moment staat de teller op €1,350. Zo. Ja. Dus ik denk dat we iets heel moois gedaan hebben. Mensen kunnen nog storten of nog doneren tot 31 augustus. Dus waar moeten ze dan zijn? Op de sponsorloop van de Vierdaagse. Daar kunnen ze op, klikken. Dan kunnen ze zoeken naar Team All for the Future. En daar kunnen ze dan hun bijdrage storten. En daar kom je aan. En dan? Emotie? In Malden, ja, was wel, ja. Dat was wel emotioneel. En je weet dan dat je er nog niet bent. Hey, je moet nog 7 kilometer. Maar als je in Malden bent en je ziet een 38-koppig orkest staan uit Bokstol. Een aantal wethouders die rondlopen, die betrokkenheid tonen. Publiek wat we kennen. Vrienden die er staan. Eigen kinderen. Partners. Echte partners. Ja. Ja, dan breekt er wel iets. Ja. Ja. Ja, dan gaat het vanuit je tenen. Ik zeg tot volgend jaar. Vrijdag zei ik heel hard nee. En dat hele harde nee is niet meer zo heel hard nee. Maar ja. Ik ben er nog niet. Voorlopig zeg ik nog eventjes rustig nee. En jij? Je zit wel een kans dat ik volgend jaar weer ga lopen. Ja. Ik denk dat jullie volgend jaar samen weer gaan lopen. Ja. Nou, die kans acht ik niet... Onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk, ja.